We zijn wel een beetje in strijd met elkaar vandaag, hè? Hey, dit heb jij wel. Dit heb ik niet. Yes, hartstikke leuk dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe serie van de Gierigasten genaamd Beunhaas en super slimme knappe jongen. Zo. Goeie grap. Ja, Beunhaas, Dieter zegt al een beetje, we kunnen niet zo heel erg veel, maar we gaan wel echt ons best doen. Want iedereen in Nederland heeft nu gewoon een extra handje nodig. Ja, gratis mankrachten kunnen ze wel gebruiken en al helemaal ook bij Grols. Zou je denken, hè, maar dat is toch een supergroot bedrijf. Klopt. Maar ook zij worden gewoon keihard geraakt in deze coronacrisis. Want alle kroegen zijn dicht en daar schenken ze... Bier! Ja, allemaal heel leuk en aardig nieuws. We zijn wel een beetje in strijd met elkaar vandaag, hè? Ja. Want één van ons wordt uitgeroepen tot Beunhaas van de week. Je bent Beunhaas van het jaar geworden van het jaar. Maar... Martijn, je weet waar we naartoe gaan. We gaan naar een bierbrouwerij. Als iemand daar met de neus in de boter gaat vallen, ben jij het wel. Jij gaat alleen maar bier zuipen daar. We komen hier om te werken. Ja, maar ik heb ergens vernomen dat het proeven ook een onderdeel is van het brouwen van bier, Niels. Ja, maar niet in de mate waarin jij dat doet. Oh, jij bent zo'n eigen boontje. Rol erop, man. Maar als je Beunhaas van de week bent, dan ben je juist een goede werknemer, toch? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Dag Mark. We moeten het even zo doen, hè? Ja, eigenlijk mag dat ook al niet meer, hè? Nee. Shit. Nou, we hebben alcohol. Oké, nou top, we komen mee. We gaan. Bierbrouwen hoeft niet heel erg moeilijk te zijn. Het gaat erom dat je zetmeel omzet in suiker. Suiker zet je om in alcohol en koolzuur. Voordat we beginnen met het bier, storten we de mout. En mout is grondstof. Jullie gaan tarwemout storten. Dat is jullie eerste klus. Mark? Misschien wel eventjes goed om te zien dat Niels nu niets aan het doen is. En ik nu wel alles, zeg maar, een beetje eigenlijk al het werk aan het doen ben. Oh, maar kijk niet. Doe maar, Niels. Nee. Mark! Niels zit hier niet. Niels had weer niks te doen. Rustig aan. Hey, gozer. Nee, gast. Wat doe je? Nou. Mark, Niels heeft per ongeluk een gat in zijn zak dit gemaakt. Is echt... Niels heeft zat nee, kloot, hè? Dit is echt zonde. Een gat. Nee, dit kan echt niet, gozer. Dit is toch heel duidelijk dat die gozer gewoon niet zoveel kan. Nou, Niels, ik heb er nu al 3 gedaan, hè? Hoppa. Zo, weer een zakje leeg. Hoppakee. Niels, nu wordt het gênant. Ik weet niet hoor, maar ik heb er al 4 gedaan en in de tussentijd dat jij hier nog wel weer open te maken. Het is wel duidelijk wie het beter onder de knie heeft, hè? Ja. Hey, dit is een andere kleur. Oh, Martijn jongen. Ja, is het oké? Want ik zag Niels namelijk van die pakken. Dus Niels' fout is nu niet fataal? Het is wel een fout, oké. Het is wel een minpuntje dan. Dus Niels, volgende keer moet je wel even daarvan pakken, wat hij ook aangaf. Kleine tussenstand? Ja, kleine tussenstand. Dit is de één die heeft een verkeerde zak mout gestort. Dat kost je dan waarschijnlijk. Volgens mij was jij dat. Ja, 100%. Zo was jij. Het eerste punt gaat naar Martijn. Yes! Ja, maar je leert wel van je fouten, Niels. Niet opgeven, hè? Een klein testje. In deze trippel zitten 3 verschillende kruiden. En aan jullie de taak, welke kruiden zijn dat? Oké. Het is niet het meest makkelijke. Ik heb hier met mijn fantastische handschrift met kruiden op een briefje gezet. De 3 goede zitten ertussen. Ja, je moet echt wel een kruidige aroma's kunnen ruiken. Oké, ja, ik ga voor citroengras, kardamom en paprika. Ik ga voor koriander, citroengras en kardamom. Je pakt 2 dezelfde als mij. Ja, dan weet ik zeker dat ik punten kan winnen. Put kan, joh. Je hebt zelf 3 goed. Nee! Ja, echt. Maar hij stilde 2 van mij. Nee, ik wist het. Je had die andere 2 niet geraden. Je proeft koriander erin. Oh, wat ben jij een Oké, is je zo wel winnen, Niels? Nee. Ja, dat is wel goed. Gelijke stand, jongens. Nou, ik neem het biertje wel op. Gaan jullie maar lekker verder met z'n tweeën. We zijn deze week gestart met het bezorgen van bier. Wat we precies moeten doen, weet ik eigenlijk ook niet. We hebben 3 adressen, we hebben bier en we hebben een instructie. Ja, helemaal goed. Wie is de chauffeur? Ik rij wel. Jij hebt al te veel gedronken. Nou, dus even normaal. Ja, je hebt gewoon te veel. Oké, prima. Rij jij.
Zal ik dan de kar even terugbrengen? Even kijken hoor. Wat is de prijs om zo meteen de winst te pakken? Kratje bier. Kratje bier? Afgesproken? Oké, deal. Oké, top. Dus ik win hem dan. Ja. Krijg van mij een kratje bier. Oké, prima. Ja, wat hebben jullie nou weer gesmoest? Wat? Huh? Gesmoest? Ja. We moesten gewoon lachen om hoe makkelijk je met die car omging. Ik? Was gewoon heel knullig. Hé, maar zullen we het even een beetje interessant maken voor elkaar? Dat de winnaar, weet ik veel, een kratje van de verliezer krijgt. Ja, dat vind ik goed. Ja? Ja, dat is goed. Top. Oh, wacht even. Jij hebt natuurlijk weer wat afgesproken met Mark. Nee. Jawel. Ja, nee? Ik zie meteen aan je rotkop. Ik heb niks afgesproken. Ik heb dat karretje weggebracht. Ik heb jullie hebben iets lopen op mijn kokstoven met z'n tweeën. Alsof hij daarmee akkoord ja, gaat. Ja, tuurlijk gaat hij daarmee akkoord. Als hij de helft van het kratje krijgt. Denk je ineens dat hij om te komen... Hij woont letterlijk in een bierbrouwerij. Denk je dat je hem kan omkomen met een kratje? Ja. Doe niet zo debiel, Niels. Iedereen je bent slimmer dan dit. Nee, iedereen. Je bent slimmer. Je bent weer paranoïde. Nee. Je wordt weer para. Gast, ik weet wie jij bent. Ik weet wie jij bent. Focus je nou maar gewoon even op het werk. Niet dat mogootje die alleen maar bezig is met mij afkraken. Ten behoeve van jezelf. Je recht. Ja, dat weet ik toch. Nee, omdat je het niet zegt. Nee. Maar dus. Wil je het aangaan of niet? Nou, nee. Nee, je hebt al jaren gezegd. Eigenlijk sta ik met 2-0 voor. Want ik ben niet degene die foute zak daar heeft gebracht. Toch? Dat was jij. Ik zeg niks. Dat was jij, klootzak. En die Mark die denkt gewoon dat ik dat was. Maar ik ga dat hem zo meteen nog wel even vertellen. Dit is gewoon niet eerlijk. Oh, dus nu ga je... Rechts of links? Nu ga je... Rechts of links, sukkel. Een afgesloten hoofdstuk ga je open maken? Rechtdoor, net. Ik heb helemaal niks gedaan, zo. Oké, nou, dan doen we een kratje. Is goed. We moeten die kant op. Ze zijn er voorbij gereden. Ze zijn helemaal verkeerd. Dus toen ik zei stop, dan ben je doorgereden. Gast, jij zegt deze kant op. Ja, jij navigeert toch? Ik word net deze kant op geweest. Nee. Ja. Nou, je stond er zelf bij. Minpunten. Nee. Mark, minpunten. We hebben een tijd afgesproken met die mensen. En jij zit de hele tijd weer op de telefoon. Ja, stil nou maar. Kon hem even helpen in die kratjes. Jij gaat het bier tillen helemaal daar naartoe. Nee, ik heb ook een hefcar. Dit is nog nooit meegemaakt. Ik doe dit beroep nu al 15 jaar, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik was 16-jarig jochie. Mijn moeder hielp om het gezin te onderhouden. Wat? 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 Wat zeg jij? Gewoon flashbacks, weet je wel? Toen ik gewoon als jong pikkie aan het beunen was om mijn moeder te helpen. Gewoon op die leeftijd al zelf een verantwoordelijkheid hebben. Dat is knap. Ik leefde. Nee, ik leefde. Jij hebt voor mijn familie. Jij hebt de oldtimer van je pa kapot gereden. Terwijl je nog geen rijbewijs had. In de oldtimer van zijn pa zat hij met een BB-gun op mensen te schieten. Wat lul jij, gast. Hoi, dit is voor jou waarschijnlijk. Voor mijn ouders. Voor je ouders. Cool. Er zit zelfs een gratis sixpackje 0.0 bij. Ja. Die krijg je van Gos cadeau. Dan gaan we even naar de volgende. Yes. Ja. Hey, fijne dag hoor. Yo, yo. Je bent de bestelling weer kwijt? Nee, helemaal niet. Ga je back? Nee, dat ben ik helemaal niet. Ik ben de bestelling niet kwijt. Ik heb hem hier voor mijn neus. Martijn, geen gekloot nu. Even naar je brieven kijken. Maar hoe had je dit bedacht toen je hier parkeerde? Je hebt die car helemaal... Ik sta nu in niemand staan. Ja, dat is jouw probleem. Kijk, ik sta nu niet in niemand staan. Nee, maar hoe ga je zeg dat doen maar, dan? Zeg maar. Oké. Okay. Wat hebben we nodig? Nou, we hebben 1 krat pijpjes nodig. 1 krat raadelijk 2%. En dan moeten we bij nummer 4 net zijn. En je gaat niet zomaar in iemands tuin staan om een statement te maken, Martijn. Je gaat toch niet je fucking bus in iemands tuin parkeren? Ik doe hem helemaal niet in iemands tuin. Er zit letterlijk je uitlaatgat gewoon hier in een woonkamer. Uitlaatgat, die auto staat niet eens aan. Man. Nee, maar jij stond net al hier. Kijk, mevrouw staat er al helemaal klaar voor. Die smacht naar een biertje in het lekkere weer. We moeten dit wel even volgens de regels van het RIVM doen. Hé, hey, geniet ervan. Ja, bedankt. Doeg. Oké, ik pak deze wel. Ja hoor. Serieus? Dat kun jij. Ik heb het al net voor gedaan. Ik heb het net voor gedaan. Goed zo. Houd. Niels, kunnen we een beetje opschieten? Mensen bestellen vaak op een tijd, hè? Dus ze lopen een beetje afgeschreven. Ja, maar als jij nou even die 2 sixpackjes ook neemt. Ja. Dit heb jij wel. Dit heb ik niet.
Niels. Dit zeg ik toch? Wauw. Nee, ja. Wauw. Kijk. Ja, ik vraag het nog netjes aan je. Wauw. Wat was de titel van dit programma ook alweer? Beunazen. Zo. Roze. Jij doet. Daar heb ik wel eer aan. Hoe ga je dit uitleggen? Nou, ik ga het uitleggen. Hoe ga je het überhaupt uitleggen aan Mark? Kijk, wat we doen. Wat gaan we doen? Ik betaal zelf dit ene kratje wat kapot is. Ja, maar zij verwachten 4 kratten. Ja, maar we hebben nog 2 over. Wauw! Hoe weten we waar we moeten zijn, Niels? Voor de duidelijkheid aan alle kijkers, wat er net gebeurde daar met al die kratjes, was gewoon geïnsceneerd. Hey. Dat maakt het programma leuker, weet je wel. Dat zou mij in het echt nooit overkomen. In plaats van onzin lullen, kun je ook gewoon even helpen zoeken, hè? Kijk, 1,5 meter. Ja. En iedereen had wel door dat het echt gewoon een hele domme fout van jouw kant was. Nee. Was een scène onze gezet. Slimme kijkers niet... Waren net biertjes. Niet voor de gek was houden. Was een scène gezet. Kijk eens, allemaal hobbels. Geen probleem. Zeg al die hobbels? Geen probleem. Het zijn 2 kratjes, nut. Ik heb heel veel zin om die 2 andere kratten erop te doen, maar Mark... In het belang van Gros doe ik dit nu niet. Wow. Maar het liefst zou ik hem op zijn plek willen zetten. Wat hier. Nobel van jou. Ja. Wat nobel van jou. Pas je op dat je niet valt? Dit is de hobbeler hier, hè? En, wat vonden jullie? Ik vond het oprecht een genot. Het ging niet altijd even goed, laat ik heel eerlijk zijn. Nee. We hadden even kijken, we zijn begonnen met de mout, toch? Ja, die ging naar jou. Ging het fout? Die ging naar jou. Ja, ging erbij, ja. Het proeven ging naar jou. En toen werd het een beetje grimmig, hè? Toen begon je met bier te gooien. Ja. Maar aan de andere kant, ja, dat zien de kijkers dan nog weer, werd ik ook nog weer omgekocht voor een krat bier. Ja. Al met al, ik ben echt super blij dat jullie mij vandaag geholpen hebben, maar ik ben ook wel een tikkie teleurgesteld. Oh. Ja, ik moet je eerlijk, dat omkopen dat kan gewoon niet. Nee, ondanks dat het bier omgevallen is, denk ik dat jij toch de grote winnaar bent. Het is goed. Doe jij de afsluiten maar. Ik ga naar huis. Kijk eens. Oké, nou. We komen er wel. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Dit was de allereerste aflevering van Beunhazen. Laat even in de comments weten wat jullie ervan vonden. Of jullie mij de terechte winnaar vonden. En of jullie Martijn ook echt een kloot zou vinden, net als ik. Goed, Mark, heel erg bedankt nogmaals. En tot volgende week. Later.